Welkom. In deze uitzending van Verbinding wil ik met u en jou stilstaan bij het begrip troost. Jezus beloofde voor zijn hemelvaart dat hij een andere trooster zou sturen. Een andere dan hij zelf. Jezus wist dat zijn volgelingen een trooster nodig zouden hebben gedurende de tijd dat hij zelf niet bij hen zou zijn. En blijkbaar kon hij dat troosten ook niet aan andere mensen overlaten. Van mensen wordt nog wel eens gezegd dat zij moeilijke vertroosters zijn. Job verwijt het zijn vrienden. Vaak weten mensen niet goed hoe ze met elkaar moeten omgaan als er sprake is van pijn, rouw en geestelijke strijd. Gesprekken waarin mensen elkaar eigenlijk zouden willen bijstaan verlopen vaak zeer teleurstellend. Of een ontmoeting wordt op voorhand al uitgesteld of vermeden. Want ja, wat zeg je tegen iemand wiens hart vol is van verdriet? En hoe ga je om met iemand die in tranen uitdreigt te barsten? Hoe breng je dan troost? Gods woord spreekt op verschillende plaatsen ook van troost. We lezen vandaag een aantal verzen uit Jesaja 61 en wel de verzen 1 tot en met 3 uit Jesaja 61. En dan lezen we: de geest van de Heere Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten opening van gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere en de dag van de wraak van onze God. Om alle treurigen te troosten. Om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Omdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de Heere om hem te verheerlijken. Troost is eigenlijk iets heel vreemds. Iets waar je niet goed de vinger op kunt leggen. Het is opmerkelijk dat kinderen zich over het algemeen vrij gemakkelijk laten troosten. Het verdriet is heel heftig en fel aanwezig, maar als ze even bij mam of pap op schoot zitten, dan gaat het ook al heel gauw weer een stuk beter. Helaas, voor volwassenen gaat dat veel minder makkelijk. En vooral bij hen die als kind niet geleerd hebben om getroost te worden. Want troosten en je laten troosten, dat moet je leren. Waarom is troosten vaak zo moeilijk? Ik denk dat het voor een deel te maken heeft met wat wij denken over wat troosten is. Laten we één ding heel duidelijk stellen. Troosten betekent niet dat je een einde kunt maken aan het verdriet, de pijn of de rouw. Troosten is niet dat je een antwoord moet geven op de vragen of een oplossing moet hebben voor het probleem. Troost neemt de wond niet weg. Troost is als balsem die in de wond wordt gedaan om de pijn te verzachten. Misschien is dat wel een mooie definitie van wat troost is. Balsem, zalf in de wond. Troost heeft alles te maken met geruststellen, opbeuren, uitzicht bieden, verlichten, bevrijden, bijstaan en ondersteunen. En dat zijn allemaal werkwoorden. En ik heb dat bewust zo omschreven. Troost is namelijk geen ding in de zin van hier ben ik en ik heb voor jou wat troost bij me. Geen bakkie troost. Dat is vaak niet meer dan een schrale troost. Troosten wil zoveel zeggen als dat je te midden van het verdriet iets van waarachtige geborgenheid en liefde ervaart. Troost is niet op recept verkrijgbaar. Wat aan de ene mens troost biedt, werkt bij de ander nauwelijks iets uit. Troost is geen truc. Wat iemand als troost ervaart is heel persoonlijk. In de Bijbel komen we het woord troost tegen in verschillende gedeelten. Bij de profeet Jesaja bijvoorbeeld, of ook in de psalmen. En ik denk ook aan de woorden van de Heer Jezus. Zalig die treuren, want ze zullen vertroost worden. Het Hebreeuwse woord voor troost is Nahamu. Dat komt terug in de namen Noach, Naomi en Nahum.
Het Griekse woord is parakletos, wat sterk verbonden is met de Heilige Geest, de andere trooster waar Jezus over sprak. Troost beweegt zich in de Bijbel tussen aan de ene kant geborgenheid en aan de andere kant uitzicht. Geborgenheid omdat God door zijn geest bij ons blijft, de parakleet. Wat er ook verandert in het leven, God verandert niet. Het andere, het nieuwe uitzicht, zien we in het leven van Noach, van Naomi en van Nahum. Het zal niet altijd zo blijven, zegt de Heere. Er komt een andere, een betere toekomst. Sieraad komt er in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Gods woord wijst ons op zoveel plaatsen naar de eeuwige verlossing van ziel en lichaam. En wat is het een grote troost als we mogen geloven dat we daarin zullen delen. Dat is waar de Heidelbergse catechismus mee begint. Dat ik met lichaam en ziel niet van mijzelf, maar van mijn zaligmaker Jezus Christus ben. Dat is niet ook een troost, maar dat is de enige troost. En om die troost te bezitten, hebben we allermeest de Heilige Geest nodig. Die in Jesaja 61 wordt aangekondigd als de brenger van vertroosting. En dat is een bijzondere genade die Christus voor de zijnen heeft verworven. En die is zeker niet vanzelfsprekend. U weet misschien dat Jacob zich weigerde te laten vertroosten door zijn familie, toen hij hoorde dat Jozef door een wild dier was verscheurd. Troost moet niet alleen gebracht worden, troost wil ook gevraagd en ook ontvangen worden. En dat vragen en ontvangen is soms ook al een hele strijd. Daar moet je hart wel voor openstaan. En we moeten het ook op de juiste plaats zoeken. Troosten zou je kunnen zien als een vorm van samenwerken. Troosten en laten troosten. Dat roept de vraag op naar de specifieke christelijke troost, de Bijbelse troost. Die heeft alles te maken met de persoon en het werk van Jezus Christus. Hij is de trooster van zijn leerlingen. En nadat hij gestorven was en was opgestaan, naar de hemel was teruggegaan, stuurt hij een andere trooster, de Heilige Geest. Daardoor is de voortdurende nabijheid van Christus voor de volgelingen gewaarborgd. Na Pinksteren wil de Heilige Geest er zijn voor gebrokenen van hart, om een blijde boodschap te verkondigen aan de zachtmoedigen. Dan is verdriet, heimwee, zorg en gemis niet het ergste. Want dan leren we met Psalm 27 zingen: ik zoek in al die dingen de zegen, alleen bij u, o bron van troost en licht. Gods geest roept het Gods kind steeds weer toe. De verlosser zal komen. Houd moed. Troost. Troost mijn volk. Amen. Laten we samen bidden. Almachtige en genadige God, in een tijd waarin alle zekerheden wegvallen, waarin een mens zoekt naar houvast, troost en uitkomst, pleiten we op uw woord en houden we ons vast aan uw verbond dat van geen wankelen weet. We danken u dat u doorgaat met het vergaren van uw volk wereldwijd en dat het evangeliewoord de wereld door zal blijven gaan. Daar kan geen crisis, geen dood, geen macht iets aan veranderen. Uw woord is niet gebonden, maar bestaat in eeuwigheid. We bidden u om een zegen op uw woord. Als er door middel van deze overdenkingen de gemeente door mag gaan en ook op zondag verkondigd mag worden. We danken u dat dat ook in deze tijd mogelijk is en dat er ook middelen en gaven en talenten voor geschonken zijn. We bidden of u een zegen geeft over uw woord, zoals het door zendelingen en evangelisten wordt uitgedragen, vaak op moeilijke plaatsen en onder moeilijke omstandigheden. Heer, u hebt beloofd dat het woord niet leeg zal terugkeren. En is het niet juist uw eigen woord dat door de geest wordt gebruikt om bedroefde harten te vertroosten? Gedenk daar waar een gebrokene van harte zucht, vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar: ik ben uw heil alleen. Wees nabij waar een rouwdragende treurt om het verlies van een geliefde en waar de pijn maar zo moeilijk minder wordt. We willen u ook danken
Dank u dat de mogelijkheden om dingen te doen en naar plaatsen te gaan worden verruimd. Al geeft het tegelijk ook weer spanning. Dat zien we ook onder ouderen en kwetsbaren. Zal het nu wel goed blijven gaan? Zal de ziekte niet nu ons wel bereiken? We bidden om bescherming en bewaring, om hulp en zegen. Zegen ook voor de examenkandidaten, die in de komende weken hun studie gaan afronden. Ook onder bijzondere omstandigheden. Schenk hen wijsheid. Schenk wijsheid en ijver in het werk op de scholen die weer zijn begonnen. We danken en prijzen in uw naam om het grote geschenk van de Trooster, wiens uitstorting we ook de komende dagen weer gaan gedenken. Stort uw geest ook in ons hart. Heilige Geest, wil niet voorbij gaan, gij geeft blinden de ogen weer. Wil nu bij ons stilstaan. Werk ook in ons, met kracht, o Heer. Ja, troost ook ons. Om Christus wil. Amen.